Een hele goede morgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Benninga's familievloggers en we hebben nog heerlijk zomervakantie. Het is vandaag dinsdag als ik het goed heb, als ik even niet de draad kwijt ben in de vakantie. En we zijn lekker een beetje aan het chillen in huis. We hebben lekker uitgeslapen, iedereen heeft lekker zijn dingetje gedaan. Luan en Lucilla die hebben ook vannacht weer geslapen in de caravan bij opa en oma. En die zijn er nu nog steeds, ik heb ze nog niet gezien vanochtend. Dus ik ga eens heel veel kijken waar ze zijn. Luxie is er al naartoe. We hebben hier al vanochtend met z'n viertjes ontbeten. En Daniel is er even aan het aankleden. En Luxie zei, ik ga vast kijken bij opa en oma, Luan en Lucilla. Dus die is al die kant op gerend. Dus we gaan eens even kijken wat we daar aan gaan treffen. Hey Luxie. Hey Luxie. Daar staat Luxie alweer. Goedemorgen. Goedemorgen. Het heeft trouwens gisteren, wonder boven wonder, niet meer geregend, gestormd en geonweerd. Het is bij ons overgewaaid. En vraag ik me af, hebben jullie wel onweer gehad van de week? Wij namelijk toch niet. Dus we hebben gisteren het hele waterpark afgebouwd, maar het was in principe niet nodig, want het is vandaag gewoon weer lekker weer. Goedemorgen, Luxie. Goedemorgen. Hallo, heb je lekker geslapen? Ja, ik ben al wakker. Zijn Luan en Lucilla al wakker? Oeh, dan gaan we eens even kijken. Nou, dan gaan we eens even kijken waar ze zijn. Hey, goedemorgen. Hey, Luan en Lucilla. Hallo. Komen jullie uit de camper vandaan? Ja. Ik denk jullie liggen nog onder de wol in de caravan. Nee. Gegeten. Wat hebben jullie gegeten? Pannenkoekjes. Dat was mijn idee. Oeh, hebben jullie pannenkoekjes gebakken bij opa en oma in de camper? Aha. Hij kan stapjes zetten, Luan. Moet je maar eens proberen. Ga je iets daar staan en dan roep je hem. Leusjes, kom maar. Kom dan. Kijk. Ja. Kijk. Doe nog eens voor oma, jongens. Doe nog eens voor oma. Oh. Hij zet de stapjes naar Luan, ja. Het staat op de vlog. Lusjes, kijk, staat. Kom naar Luan toe. Nee, je had die tang. Je had die tang. Je had die tang. Kom maar. Ik kan echt lopen, hoor. Lusjes. Alleen, dan zit hij jou. Oh, ja. Moet je hier staan. Goedemorgen, opa. Oma. Wat hoor ik? Moet je hier komen staan? Kom eens. Ja. Kom eens. Kijk eens. Opa. Ja, misschien loopt hij naar opa. Misschien loopt hij naar opa. Ja. Ja, er waren er twee. Het was net een stuk verder. Ja, wat is hier? Liefie. Schatje. Hij denkt, wat doen jullie toch allemaal? Volgens mij heeft hij er niet echt erg in dat hij liep. Goed hoor. Weet je wel? Dat hij gewoon, ik loop even die kant op. Het staat er wel op, jongens. Ja, het staat er op. We hadden hem gewoon de eerste stapje. Hey, Lusjes. Kom maar bij mama. Kom maar. Kom, kijk eens. Kom maar. Ja, goed zo. Ja. Boom. Oh, liefie, je moet even goed oefenen, maar je hebt hem wel door. Ja. Hey, je hebt hem wel door, liefie. Heel goed van jou. Ja. Ja. Ik denk, nee, als ik dat doe, gaan ze juichen. Ja, liefie. Goed zo. Ga maar staan. Ja. Nee. Grote fantasy al, hoor. Zo laat zien waar we hebben geslapen. Waar we thuis. Oeh, nog even en dan gaat hij bij jullie liggen, jongens. Dat is de bel. Dat is de bel. Hier even. Zullen we geslapen? Oh, kijk. Nu gaan we de gordijntjes open. En hier hebben we het niet gekocht. In de badkamer. Deed de kraan het weer? Ja. Ja? Het was weer helemaal op het op. Kijk, hij heeft gisteren met opa de kraan gemaakt. Ja, en we hebben hem helemaal mooi schoongemaakt. Ik alle zie vakjes. Het. Netjes. Even aan, kijk. De spiegel gepoetst. Precies. Heel mooi. En daar is het kraantje. En zet maar even. Echt met water. Even iets harder. Zo. Kijk. En dan kon je hier je tanden poetsen. Ja. En je gezicht wassen. Ja. Leuk, jongen. Heb je hier maar met een tiëlletje laten zien? Tiëlletje. Tiëlletje? Ja. Wat? Hou Liesjes maar even. Wat is er? Mama, jij zei toch dat hij het niet doet? Nee. Die doet het niet. Die is kapot.
Nou, heb je die ook gemaakt? Nee, ja. Die deed het gewoon. Maar hij deed het niet. Ik heb een deed het nou weer wel? Oh? Nou, dat is mooi, jongen. Ja. Leuk. Leuk. Lekker in je caravan. Hé, hey, papa, we moeten hier wat vertellen. Je mooie 8 stapjes gezet. We hebben het op de vlog. We hebben het echt op beeld. Het zijn echt de eerste stapjes naar Luan toe, liep hij. 5 stapjes. Misschien kunnen we het met jou ook eens proberen. Moet je gaan zitten en dan moet je hem roepen vanaf de tafel. Kijk, 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 open. Ja, sorry, ik ben zo enthousiast. Ja! Hé, doe je! Ja! Wat goed! 6 stapjes? Ja. Nou, nou, open. Ja, maar je moet hem loslaten. Hij kan echt lopen. Ja, 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 ja. Oh, wat goed, wat goed. Ik vind het zo schattig. Ja, dat is een hele speciale datum. Wat is de datum vandaag, jongens? Och. Ik wil je even onthouden. 16 augustus 2022 om 9:42. Kan niet lopen. Ah, kerel. Kijk, ja hoor, ja hoor. Ik vind het lopen, jongens. Het is heel goed, dit. Het eerste niveau is geslaagd. Het eerste niveau, ja. Goed zo, jongen. Rent hij door de tuin. Ja. Rent jullie achterna, jongens. Dat gaat snel. Ja, dan moeten we helemaal opletten. Ja. Voezeltje. Hé, hey, wat zeg ik nou? Jullie hebben pannenkoeken bij het volk. Ja. En van wie was dat idee? Had Luan een pannenkoek ontbijt gefabriceerd. En wie moest ze maken? Oma. Ah. Ja, echt een directeur. Eén, ik ga en Lucilla heeft een heel mooi rokje aan. Wat ja, van maar jullie dit was een beetje te wijd. Oh, dus je hem zo strak. Heeft hem strakker gedaan. Oh, deze ja, was precies. Heel wijd. Ik vind het nou ook wel goed zo, toch? Ja. Maar dan kun je hem nog heel lang dragen. Zo, en ik zie hier op camping alweer heerlijk aan het kleuren. Ik heb gewonnen. Mooie kleurplaat. Dankjewel. Fijn en Luan, wat ben je aan het doen in het winkeltje van Boertje? Ik de winkel van Lusjes. Luan gaat spulletjes uitzoeken. Hallo. Mag ik dit van u kopen? Ja. Dat, oh, hij doet alsof het een telefoon is. Oh, is het een telefoon? Is het een telefoon? Nee, dit is net wat anders. Piep, 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 piep. Nu zeg ja, en dat is al zoveel centjes. Kassa. Hij doet het alleen niet meer. Pinnen, kan dat? Ja. Dan ga je het met opa bellen. Hij gaat even met opa bellen. Betaald. Ja, kijk, en dit gebeurt ook op de campingwaal tevreden. Deze twee. Zo is het, hè? Dat doe je zo graag, hè? Afwassen. Afwassen wordt er ook. Dat doet de thuis ook zo graag. Op de campingwaal tevreden ook, hè? Leuk, Lucilla. Heb je een beetje lekker geslapen? Ja. Ja? Wat heb je over de ouders, papa? Nou, dat zijn woensel. Ja, woensel, je raadt het al. Die sliep bij ons, hè, jongen? Die hond, die, weet je waar die eerst lag? Nee. Op jouw slaapkamer, in die stoel. In mijn keek hij echt zo van... Daar is Lucilla, hè? Alleen woenseltje? Ja, woenseltje ligt... Pippi die ligt gewoon in haar tippie tent. Is het tentje? Maar woensel is heel gevoelig, hè? Dat heb ik uitgelegd. Nee, Lucilla slaapt vannacht in de... Luxcaravan. Schattig, hè? Nou. Ja, sorry. Hey, ik dacht dat het kouder zou worden vandaag, maar 29 graden zie ik net. Ja, en de kussens heb je gisteren naar binnen gedaan. Had het even geregend. Oh, hebben jullie de kussens naar binnen gedaan, opa en oma? Regende het? Oh. 10 druppeltjes, toen hebben ze het opgeruimd. Ik had er nu weer, hè? Maar gezellig hier. Jongens. Familie Knots. Wat een leuk zithoekje hier, hè? Hey. Dat is nog 5,99 euro. Reflex van hun man. Nou, ja. Grote broer, hè? Weet je wat ze ook hebben gedaan? Bijvoorbeeld deze tafel hebben ze op de kant gezet en heeft opa dit hier opgehangen met een tafeltje eronder, dat ze zelfs hier kunnen spelen. Hoe grappig is dit om dit zo te bedenken? Zie je dat? Leuk, hè? En dan dit zo, helemaal zo. Waar ze lekker kunnen spelen. De stoel is daar zo lekker neergezet. Kassa 6 gaat voor. En hier is toch wel geweldig. Deze tafel
Daar speelde ik vroeger ook aan bij mijn oude opa en oma op de flat, hè, mama? Ja. Ja, dat is een nostalgie. De tafel is heel oud, hoor, van opa en oma. Ja. Ja. Dat zo aan. Ja, grappig, hè? €4,99. Het wordt nog steeds gebruikt. Prima. Ja. Het is een antieke tafel. Zo heel zuinig op en dan met antieke olie. Oh, Daniel, niet veel, maar ik moest altijd een plastic... Moest je ook onderzettetjes met bekertjes, met onderzettetjes en zo? Oké, okay, wat gaat hij doen? Hij gaat eronder, jongen, met zijn koppie. Hoe ga je eronder, jongen? Hm? Nou, gezellig, jongens. Nou, we gaan gewoon lekker aan het krummelen hier in de stal. Camping wel tevreden. Ik ga ergens hier kopen. Ga je wat kopen? Luxie die zoekt dingetjes uit voor het winkeltje van Lusjes. Wat Lusjes kan afrekenen wat ze kan kopen. Het is hier wel prima vertoeven, het is hier ook niet zo warm. Het is hier lekker cool. Kan je hier goed vermaken? Hier kun je je prima vermaken, jongen. Jullie hebben hier heel erg veel vermaakt. Deze hele vakantie hebben jullie heel veel hier doorgebracht. Bij opa en oma op de camping. Ik hoef alleen maar campingkanten bij. Ja. Heel graag. Niet meer lang in de auto zitten. België, Shane. Nee, of naar Duitsland helemaal. Gewoon hier op camping wel tevreden bij opa en oma. Daar ben je wel tevreden mee. Daar ben je tevreden mee, hè? Zo is het. Ja. Heb je een kopje thee gemaakt? Oh, kopje thee. Dankjewel. Kopje thee. Vindt hij nou ook leuk, hè? Mee spelen. Ja, even roeren. Beetje roeren. Even roeren. Ja, roeren. Kijk, dat doet hij ook heel goed. Dank je. Ja. Oh ja. Even zelf drinken. Ja, proef of hij lekker is. Ja, en dan gaat hij naar papa. Nee, oh. Oh, dat was schopje. Kom hier. Oh, wil je dat kopen? Luxie heeft wat voor in het winkeltje. Nou, dan gaan we. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Dat is dan €10,50, alstublieft. Zet dat oude Donald Duck pyjama? Ja, een telefoon voor prima. Oh, wil je pinnen met Leon's telefoon? Ja, je haalt gewoon het geld van je broer vandaan. Zijn kijk, Lucie dan. Kijk daar weer. Goed zo. Kom maar hierheen lopen. Kom maar. Ja, ja, goed zo. Ja, ja. Yes, goed zo, Lusjes. Kom maar. Toppie, ja, dan vindt hij dat even mooi. Oh, ja hoor. Ja, de balans die vindt hij wel hoor. Komt wel goed, ja. Ik weet even niet meer zo uit mijn hoofd wanneer de andere kinderen het eerste stapje zetten. Dan zou ik even wat vlogs moeten terugkijken. Daar heb ik vast ook wel vlogs van. Maar hij is nu dus een jaar en een maand. Ja, 13 maanden. Vanaf 13 maanden kan hij echt zijn eerste stapjes zetten. Ja, een jaar of anderhalve maand. Dus 16 augustus. Anderhalve maand. Dus een maand, 13,5 maand om precies te zijn. Zet de eerste stapjes en roep hem maar eens. Hoe lang is Lusjes? Ja, dan kan je ook kijken. Opa en oma hebben daar zo'n meetstok aan deze paal gehangen. Eens even kijken hoe groot hij is. Nou, maar ik denk dat hij al wel iets van... Ik denk 75 centimeter. Ja, we zijn in principe allemaal wel klein van stuk, jongens. Ja. Dat hebben we allemaal. Kijk, als we even kijken bij de maatstok van opa en oma, ben je wel over de 1,20. Dat betekent dat je wel naar attracties mag. Maar bij de attracties was je precies 1 centimeter te klein. Was je 1... Kijk, hier. Dat is wat? Maar het kan zijn dat opa en oma een klein stukje hebben gesmokkeld. Ja. Dat kan. Ja, kan zijn. Want bij de attracties mocht je er niet in. Omdat je zo'n stukje te klein was. Ja, maar... Maar je bent zeg maar 1,20. We gooien hem op 1,20. Hm? Nou, Luxie, hoe groot ben jij? Luxie heeft hakken aan, dus dat kan je niet echt goed zien. Ja, bij Luxie moet je er wel een paar centimeter afhalen. Maar ze is hier ook 1 meter. 1 meter ben je. Precies 100 centimeter. Ik ben niet hier. Nee, dat is Lusjes. Hm? Ja. Wacht, kijk dan. Klimt hij hier erop? Ben je het klimmen, jongen? Oh, beurrel toch. Hij klimt overal op. Ziet niet altijd het gevaar. Ja, dat is wel. Hij ziet niet altijd het gevaar waar hij overal klimt. En dan willen we hem behoeden om niet te vallen of wat dan ook. Dan denk ik, oeh, weet je. Maar dan vindt hij het niet leuk dat we hem weghalen. Want hij denkt, hey, ik was nou net zo lekker aan het klimmen. Laat me nou lekker klimmen. Maar ja. Laat mij lekker klimmen. Ja, precies. Heyo. Dat is het allemaal, jongen. Zullen we een potje pingpongen naar jongens? Ja, we kunnen nog wel even lekker spelen hier. We hebben genoeg te doen. We kunnen tafelvoetballen, we kunnen pingpongen, we kunnen shoelen. Tafelvoetbal, dat is toch een tafelvoetbal? Die was je ook nog vergeten, kerel. Nou, terwijl de zusjes hier lekker winkeltje aan het spelen zijn. Lucie is weer op onderzoek. Oh, kijk, die heeft dit weer gezien.
Kijk eens jongen, dat is de theepot van oude oma. Kijk, daar loopt hij erheen. Hey, goed zo. Dat was de theepot, hè. Mama, hoeveel is dit? 536. Dus 536 euro. 536 euro. Nou, dan heb je een goede verkoop vandaag. Nou, opa en oma zitten daar nog bij de caravan, camper. En kijk, hier zijn papa en Luan aan het pingpongen. Oh, oeh, dat ging best goed. Hé, hey, je hebt zelfs je haar nog niet gedaan vanochtend. Nee, ik weet het, ook nog niet, mijn tanden gepoetst. Ach, dat maakt niet uit. Het is vakantie. Camping life, zeggen we dan. Goed joh. Gaat al best lekker. Ja. Nou, record is nu 6. Record is 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ik moet iets meer recht richten. Focus. Meer op het lijntje. Och, wie komt daar aan? Hé, hey, wie komt daar aan? Hallo! Hé, hey, oh kijk, bij de paal, ja. Goed zo, ja! Ga je lopen, goed zo! Hé, hey, wat goed schatje. Hij probeert het ook echt, hè, om te lopen. Wat hij de afgelopen tijd toch heel veel had, is dat hij er wel kon staan en wel wiebelde. Maar dat hij, als hij wilde lopen, dat hij toch snel ging kruipen, omdat het veel sneller en makkelijker ging. Maar nu zie je echt, kijk, dat hij de poging doet om te lopen. Goed zo, met zijn bekje in de hand. Hij doet gewoon echt een poging om te lopen. Heel goed, jongen. Ja, vandaag is het lusjes lopen. Ja, ik vind het ook de officiële dag, jongen. Open de ogen op vakantie, jongens. Ach, nee. Doei. Ze gaan hier even buiten staan, zodat ze goed de camper kunnen wassen. Ah, ze gaan de camper wassen. Camper, het is vandaag de camperwasdag. Ah. Ja, morgen moet je... Morgen moet de camper naar de APK van opa en oma. Ja, nee, dus vandaag wordt hij daar naartoe gebracht en morgen wordt hij gekocht. Ah, Leon die weet alles. Om 4 uur. Wil jij ook pingpongen? Pingpong, pingpong. Ping, ping, wil jij ook pingpongen? Pingpong, pingping. Misschien kan hij ook wel pingpongen, maar hem op de tafel zetten. Pusjes. Hey. Zo, kan ook. Oh, die is iets te hard. Die was iets te hard. Oh, maar kijk eens. Goed zo, jongen. Ik vind hem wel leuk. Oh, met dat bedje gaat hij erheen. Ja, goed zo. Ja, oké, daar gaat hij weer. Oh, hij staat gewoon zelf. Jongens, goed zo. Oh, volgens mij is het een botsing. Oh, ze hadden de deur nog niet dicht. Nou, de camper is weg. En wat vindt oma weer? Heel veel blaadjes. Gaan we weer, Wusje? Ik had nog zo in de aanhanger mee naar boven. Nou, inmiddels wil mama nu met Lusjes aanzet. Nou, gaan we slapen, jongen. Wacht even. Hij is aan een bedje, ik op een bedje. Ja, ja, je kunt, Luxie is de jury, hè, Luxie? Ja, ik ben de jury. Dat is fijn, hoor. Oh, is wel een fijn bedje. Oh, hoe, 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 hoe. Ja, goed zo, jongen. Ah. Goed, hoor. Ja, dat lukt 6 keer. Dat is ook mooi. Toppie. Nou, 10 keer jongens. Laat, oh, gaat het record. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Focus jongens. 1, 2, 3. Oh! 4. Misschien pingpong met voetbal. Ja, echt hè? 1. Kom op. 1. Ja, Luxie die gaat mooi een bordje sjoelen, hè? Goed zo. Was het briefje van gisteravond? Ja. Oma, Lucilla. Ja, oh, hij wil zelf lopen. Kijk, 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 daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Kijk, daar gaat hij. Woe! Lucilla en Luxie zijn nog steeds winkeltje aan het spelen. Is de winkel nog dicht, Luxie? Ja. De winkel gaat open. Wacht eens, kopen. Kijk, daar gaat Luxie weer. Oh, toch kruipen. 500 euro. Zo, dat is een duur winkeltje. Ja, op het gras zit wat lekkerder lopen. Kom maar hierheen, Lusjes. Lusjes, kom maar bij mama. Lusjes.
kijken. Kom maar. Kijk eens wat koud het nu is. Ja, gek nou hè, met die camper weg. Het is heel erg koud, ja. Ja. Lusjes. Lusjes, kom maar bij mama. Goed zo, kom maar. Ja, goed zo, jongen. Wauw, hij loopt nog steeds. Heel goed, heel goed. Ja, goed zo, boem. Nou, dit hele stuk. Goed joh, gaat echt steeds beter. Ja. Ja, wat is opa aan het doen? Hij denkt, wat is dat? Wat is het voor geluid? Hij is nieuwsgierig. Hè? Opa, die is de camper aan het wassen. Dat is dat geluid, jongen. De camper? De caravan? Ja, Luan in de caravan. En opa is de camper aan het wassen. Ah, zo trots op hem, hè? Leuk, hè? Hij wordt opeens zo groot. Het gaat zo snel. Opeens, jongens, dat hele baby gebeuren. Hij is gewoon echt geen baby meer. Een zoon van 10 en een zoon van 1. En anderhalf maanden kan lopen. Echt zo leuk. Ik vind het zo knap van hem. Helemaal, hoppa, opeens heeft hij door. Zo snel gaat het tijd. Zo snel gaat de tijd, jongens, ja. Woezel helpt ook mee, Lu. Dat is een Woes. Woesje, wat is dat dan, Woesel? Wat is dat, Woesel? Oh, daar hebben we trouwens ook nog de boot staan. Weten we eigenlijk ook nog niet echt wat we daarmee gaan doen. Daniel, die wil hem eigenlijk niet wegdoen, omdat dit gewoon ook weer herinneringen zijn. Maar goed, nou staat hij er ook nog maar een beetje te staan. Kijk, Luan zit met lusjes in de camper. Want opa, die is de ramen aan het sproeien. Dat word je niet net. Hé, hey, word je dan niet nat? Dat is grappig, hè? Ja. En als opa en oma op vakantie gaan, dan zit opa hier achter het stuur. Nou zit Lusjes achter het stuur. Dat vindt hij mooi, het sturen. Gaan we rijden. Dat is opa. Kijk, die is de ramen aan het doen. Alles meer aan het poetsen. Want de camper heeft alweer een tijdje in bij ons gestaan. Opa en oma hebben heel veel tijd bij ons doorgebracht deze vakantie. Is super fijn. Maar vandaag moet de camper naar de keuring. En dan gaan ze in een nieuwe week gaan ze lekker met z'n tweeën op vakantie met de camper. Gaan ze weer lekker rondtoeren. Vandaar dat ze nu lekker de camper gaan wassen en ook weer lekker schoon gaan maken. Zodat alles ook weer lekker fris is voor hun nieuwe avontuur als ze met z'n tweeën lekker op weg gaan. Dus opa hier. Oeh, hij schrok. Oeh, wat opa. Oh, opa, doe voorzichtig op die ladder. Opa doet nog dingen af en toe, jongens. Dat je denkt, opa, doe voorzichtig. Maar goed, hij staat hier op de ladder om het dak schoon te maken. Hé, dat is opa. Ja, dat is jouw opa. Dat is opa Jan. En jij bent vernoemd naar opa Jan. En jij heet ook Jan, met je tweede naam. Poeh, het is echt heel mee. Zo, ik heb even die bovengordijn gedaan. Nou ja, goed gedaan, jongen. Ja, de airco staat nog niet aan, denk ik, hè. Dus dit is echt de enige echte, hè? Ja. Hij zit te sturen. Dit vindt hij mooi, hè? Hij vindt alle autootjes en dingetjes waar hij op kan zitten, vindt hij helemaal geweldig. Maar dit is natuurlijk een echt stuur. Nee, alleen, ja, je kunt er niet echt mee rijden. Ah! Ja, wilt hij wel. Ah! Dat wilt hij wel. Nee? Nou, maar dag, opa. Ja, daar gaat opa weer. Ja, dan was het dak weer schoon. Toet, toet. Mama. Oh, wil jij hem starten? Wil jij hem starten? Nee. Dat lijkt niet zo handig, want dan ga je zo door de borst. Het is echt een kereltje, jongens. Hij is onderzoekend. En knopjes. En... Ja, druk maar op de toeter. Jongen. Ja, toeter, ja. Is dit een toeter? Ja, misschien zit hier ergens een knopje toeter. Toeter. Is het niet met mijn kracht? Nee. Nee, geen toeter. Geen toeter. Nee. Toet. Toeter op mijn waterscooter. Oud liedje van mama en papa van vroeger. Toeter op mijn waterscooter. Daarmee toeter ik naar elke vrouw. Dat moet jij maar niet zingen. Schakelen. En ja, dan wilt hij even schakelen. Toeter op mijn waterscooter. Weer even schakelen. Goed, zo. Zo, even deze open. Ja. Zo, dat is lekker. Ja, weer even schakelen. Nou jongen, dit vind jij leuk, hè? Kijk, daar komt opa weer langs. Daar is opa weer. Dat vindt hij interessant. Och, oh, die kijk oogjes. Wat is dat nou? Kijk. Opa weer sproeien. Nou, volgens mij gaat hij wel glimmen, de camper. Ja. Wordt het weer een hele mooie camper. Ja, het staat een beetje onder het stof. Ja. Mm. Oh, kijk dan. Daar staat opa.
Is dit ook? Kijk, jongen. Ik zie de ramen wassen. Zie je dat? En de ramen wassen. Nou, waar ben je voor een leuk idee? Nou, we laten even een home-tour zien. Een home-tour zien? Hoe het eruit ziet. Maar let niet op de rotzooi, jongens. Nee. Opa, nou hebben we niet opgeruimd, hè? Dit is hier, de deur. Dit is de deur. Rollenbakje. Rollenbak, ja. Hier ligt Oscar altijd, de hond van opa en oma. Ja. En oh, hier. Kijk, waar die heen kruipt. We moeten dat wel even in de gaten houden. Voor je het weet, rijdt hij zo weg. Zo. Nou, dit is dus de cockpit van de opa cockpit. En oma. Dat is hier. En hier. En hier hebben we het eetplekje. En een bed. En de koelkast. Ze hebben zijn eigen koelkast. En waar is de badkamer? Dus de badkamer, ook heel lekker. Die kunnen ze zelfs douchen, maar dat doen ze niet, want ze douchen bij ons. Maar als dit is op vakantie gaan, dan moeten ze hem wel gebruiken. Ja, op vakantie kunnen ze hem wel gebruiken. Heel scratches. Ja, opa die geeft lesjes even goed les hoe die kan rijden. Voor als die 18 is. Zie je, kijk. Ja, dat is de handrem. Kijk. Hoe gaat dat, jongen? Ah! Ja. Ja, was dat wel een toeter? Oh, dat is een toeter. Ah, wij zochten hem al. Dat was de camper. Dan gaan we er weer uit. Zo. Kijk, en dan doen we hem weer dicht. Ah, ja, dat was de camper van opa en oma. Ja, want opa is ook nog de achterkant even aan het wassen. Hm? Gaan we naar de caravan? Ja, dan gaan we weer even naar de caravan van Luan en Lucilla. Nou, de caravan is een stukje kleiner, maar wel zo gezellig. Maar wel heel gezellig, jongen. Onze luxe caravan. De home tour van Luan. Ik moet nog even de gordijntje open doen. Oh, dat gordijntje was ook kapot. En ook opa heeft dat weer gemaakt met Luan. En deze doen we open. Het is ook zo grappig, hè? Want dit zijn ook echt van die hele oude vitrage gordijntjes nog. Die hier hangen. Het is trouwens wel allemaal schoner, jongens. Het is allemaal schoongemaakt. Zo. Maar het is nog wel heel ouderwets allemaal, hè? Nou, hier sliep ik. Ja. Ja. Hier sliep ik. Oh, ik lekker hou bed. Hier bij. Ja, zo. En hier hebben we allemaal kastjes. Hier een oplader van mijn iPhone. En hier... Allemaal spulletjes, kan je allemaal spulletjes in doen. Ja. En hier schuifdeurtjes. Schuifdeurtjes. Ja, dit was jullie bed toen jullie klein waren. En dan konden we dat dicht doen als jullie gingen slapen. Leon en Lucilla die hebben hier geslapen toen alleen we nog twee kinderen hadden. Dus dat is de schuifdeur. Ja. Noemen we die even. Ja, lampjes zijn dus de keuken. Dit is het keukentje, de wasbak. De wasbak. Hier, kastje. Hier. De koelkast. Leon zijn eigen koelkast. Och jongen, wat heb je allemaal erin staan? Ijsjes. Heb je dat op mama's winkeltje gehaald? Ja. IJsjes ook. IJsjes ook? Ja. Zit er een vriezer in? Zit er een vriezer in? Ja, tuurlijk. Een vriezer? Ja, daarboven. Nee. Och, echt waar? Er is ook ijsjes in gedaan. Vandaar dat er weer ijsjes op waren. Ja, ik heb toch al. Ze niet allemaal gedaan. Nou, er zijn wel weer wat ijsjes die eruit waren. En de deurbel. Oh, de deurbel. Dat is de deurbel. Nou, doen we ook even de gordijntjes open. Nu heeft Lucilla geslapen. Hier is de spiegel. Die stond mama altijd op te maken 's ochtends als we op vakantie waren. Die had ik goed licht namelijk. Dit is nog een kast. Daar zitten ook allemaal spulletjes in. Ja. Nu zit die lamp. Kan die lamp ook aan of is die kapot? Nee, die kan zeker aan. Oh, kijk. Zo, ik heb even de lamp, aangedaan. Maar hier slaapt Lucilla. Ja. Nou, keuken, dit. De keuken. Spiegeltje. Spiegel. Oh, maar hij ziet er helemaal niet uit. Nee, ja, nog niet gedaan. Moet ik nog doen? Maakt niet uit, camping life. En hier is de badkamer. De badkamer. En kijk. Superleuk. Dit is een lampje, gaat automatisch aan als ja. we wassen. Ja. Maar als we helemaal gaan haren doen, gezicht ja. gaan wassen en gaan tanden poetsen. Dan doe je die aan. Kan die aan. En we hebben hier ook nog een lampje. Nou ja, leuk en jongen. En een ventilatortje. Leuk, je hebt ook nog een raam. Je kunt op de kiepstand zetten. Die kan ik ook op de kiepstand zetten. En deze wc die doet het ook nog. Ja, kijk. Ja, die heb je helemaal schoongemaakt. Zo, even. Kijk. Kun je en dan zit er een blauw spul. Ja, heel goed. Hier, ja. Leuk jongen, wastafel. Tandenborstels. Zit hier ook wel wat in? Achterkantjes. Leuk. En dit is de tank. Ja. Dat is ook wel leuk om te laten zien. Ja. Dit is de watertank. Ja, dat kraantje. Leuk jongen. Echt heel erg leuk. En dat is mijn schattige. Ja, nou, ik vind het een hele leuke caravan, kerel. Ja, hè? Helemaal het vakantiegevoel. Nog helemaal. Hé, hey, Pipje. Hé, hey, Pip. Nee? Kom even een kusje geven. Kom je even een kusje geven. Hé? Kom je even lekker een kusje geven. Hm? Gaat dusjes weer
loopt hij toch weer zo even. Woezel gaat altijd in de zon liggen. Waarom moet je toch in de zon liggen, jongen? Je hebt schaduw genoeg en dan nog denk je dat jij bruin wordt of zo. Ik denk dat hij denkt dat hij bruin wordt. Ach, kijk dan toch. Gekke Woezel. Woezel is een rare hond. Dat doen we maar even niet in de vlog. Met die dijtjes. Die laten we maar even privé, die onderkant. Nee? Met je onderkin. Met je onderkin. Je bent wel een beetje dik. Woes? Hoe komt het ja, toch? Ja, dat komt door die brokjes van oma. Die brokjes van nu oma. Nu staat hij weer om 7 uur voor de deur. Oh ja? Oh ja, jij weet waar jij eten krijgt, de kerel. Op de camping wel tevreden. Nee? Nou, Woezel is er wel tevreden mee. Daar is hij heel tevreden mee. Maar straks moet je wel weer op dieet. Samen met je baasje ga je op dieet. Hé, hey, hoe vind je dat? Nou. Samen met papa aan het konijnenvoer. Oh, kijk eens. Oh, is je weer aan het lopen? Goed zo. Goed zo. Het is zo goed van hem, hè? Jij kan het. Doet het zelf, hè? Jij kan het zo goed. Lekkere blote buikje. Ik heb hem geen rompetje aan, jongens. Het is veel te warm. Veel te warm. Nee. Gewoon lekker zo, hè? Met je blote naveltruitje. Ik denk dat Oh, wat zijn de meisjes aan het doen? Hé, hey, wat zijn jullie aan het doen? Heb jij een zak gevonden? Hm? Om te zak springen. Vorig jaar tot met hier. Ja, klopt. Toen was je nog heel klein. Toen kon je daar een zak springen. Dat is ook nog van het vorige huis, of niet? Ja. Ja. Wat heb je, Luxie? Wat had je op je elleboog? Wat heb je op je elleboog? Een klein krasje. Mama, een kusje erop geven? Hé, hey, Luxie. Kom hier. Luxie, kom eens. Ach, Luxie, kijk dan. Luxie heeft hier een mooi hoekje gemaakt. Ja, Luxie heeft de beker gekocht. Leuk. Heb je de beker gekocht? Zo, hé. Hey. Had je veel centjes voor nodig moeten hebben, of niet? Ja. Dus een echte gouden beker van de 35 film. 35 miljoen euro waard. Dit is een echte gouden beker waar papa de tang mee af heeft gebeten. Weet je dat nog? Ja, jongens, even serieus. Hij is echt van goud, hè? Ja, maar ja, hoor. Echt, ja, neppe Luxie. Nee, Luxie nee. Luxie is echt altijd nep, hè? Hij is echt goud. Hij is echt... Luxie, die weet al beter. En Lucilla heeft hier een winkel. De kast gaat nu open. Oh, de kast gaat open. Hallo. Hi. Wat kan ik bij u kopen? Oh, kijk dan. Van alles. Even kijken. Ik wil graag een kopje thee kopen. Ja. Deze. Alsjeblieft. Dit is ook trouwens een leuk spelletje. Verboden woord. Ja. Heb je dat met opa en oma gespeeld? Nee, wij hadden kaarten gedaan. Kaarten? De enige echte kaarten. Oh, kaartspel. Ja. Luan en Lucilla die hebben hier, Luxie trouwens ook, hebben hier heel veel nog gespeeld in de avond. Als wij alweer die kant op waren. Maar, hadden ze hier nog de bonte avond, zeg maar. Dan gingen ze sjoelen en nog pingpongen en van alles doen. En was ik er vaak video's aan het editen. Oh, dankjewel. Spelletjes spelen, mama, mochten ze lang opblijven. 100 euro? Ja, zo. Een heel duur kopje. Het is een gouden kopje, denk ik, of niet? Ja. Dus het is zo leuk dat ze hier zoveel plezier hebben gehad met opa en oma. Maar deze mag hier niet vallen. Oh, mag die niet vallen? Nee. Nee, dus, en is je... Oh, deze. Dit is van steen. Ja, dat klopt. Deze is van steen. Heb je goed gezien. Ja. Oh. En als jullie denken, hoe komen jullie in al deze die spulletjes en zo, en dit en zo? Nou, van de vorige bewoners die hier hebben gewoond, die hadden ook kinderen. En die hebben in de schuur en ja, her en der, zeg maar, dingen achtergelaten van hun kinderen nog, waar ze vroeger mee hebben gespeeld. Zoals bijvoorbeeld dit oude kassaatje. En dan kun je denken, ah, ik had al die rommel toch weg kunnen gooien, hoppa hoppa. Maar nee, dan kennen jullie onze opa en oma nog niet. Want onze opa en oma vinden dat alles heeft gewoon weer een tweede leven. En zo ook eigenlijk de schuur met de oude meubels, met het oude speelgoed wat ze hier nog hebben gevonden. Oud stoeltje wat hier nog stond. Deze bank die van de kringloopwinkel komt van het vorige huis die we altijd buiten hadden staan. Dit oude setje van oude opa en oma, van hun ouders zeg maar, wat ze hier gewoon hebben neergezet. Deze tafel. Dit hebben ze ook helemaal leuk gemaakt. Het zijn nog schilderijen van hun ouders zeg maar. Dit is een plantje wat nog komt uit onze tuin van vroeger. Dit is natuurlijk de hoofdprijs. Wiekje te slapen. Voor twee personen. Ja, van onze film. Die hebben ze daar gewoon opgehangen. Kijk, en dit bord ook bijvoorbeeld. Dat hebben ze dan ook gevonden. Hadden ze van de film, hebben ze dat hier achtergelaten. Dit is het moodbord wat Lucilla in de film, in onze Benka film, heeft gemaakt. Maar die is natuurlijk gemaakt door het art team van onze film. Maar die mochten we ook houden. En die heeft opa hier ook zo leuk aan die touwtjes opgehangen. En dat soort dingen. Dat is allemaal, dit bijvoorbeeld ook. Dit is een heel oud... lamellen, hoe noem je zo'n ding? Hoe noem je het ook alweer? Zo'n roll-out ding? Zo'n lamellen ding in ieder geval. En die hebben ze dan geknipt in stukken, zodat het dan hier weer past. Heeft opa daar met de houtjes vastgemaakt.
En dan zie je dit witte in plaats van dit, wat er eigenlijk allemaal achter zit. Vandaar dat het er nu zo mooi wit uitziet. Dus zo hebben opa en oma heel creatief van allerlei spulletjes wat mama, ze hebben gevonden. Hij doet het in zijn hebben mond. Ze het weer mooi gemaakt. Ja, het is een microfoontje, jongen. Alles in je mond. Ja, dit is een microfoontje. En dit bijvoorbeeld ook, dit tafeltje en deze stoeltjes. Dat stond hier ook gewoon in de schuur, als zeg maar een soort van afval of zo. Maar ja, het kan dus nog prima, want oma heeft hier gewoon een leuk setje voor gemaakt. En zelfs dit radiootje en deze spiegel, ja, maar... dit stond hier ook allemaal. Ik weet alleen niet of het nog doet. Ja, cassettebandjes. Nee, schatje, we hebben geen cassettebandjes meer en ik weet ook niet of hij het doet. Nee. Het is gewoon een beetje leuk om mee te spelen zo, hè. En Lucius vindt het ook gewoon mooi. En zo hebben ze eigenlijk dus van allerlei oude dingetjes, hebben ze weer nieuw leven gemaakt. Oh, wat gaan we doen, kerel? Oh, daar gaat weer klimmen. Kijk, en nog zo'n mooi voorbeeld. Dit is bijvoorbeeld de oude kast die bij opa en oma in huis hebben gestaan. Die hebben ze hier neergezet. En die heeft hier ook weer een functie. Er staan er dvd'tjes in. Want bij opa en oma in de camper kunnen ze dvd'tjes kijken. Maar ook bijvoorbeeld deze kast. Kijk, dat is een roze kast. Er staat de oude muziekspeler van Daniel van vroeger nog in. Net als deze kast en dus dat bed. Dat hebben opa en oma dus weer nieuw leven gegeven. Om weer hier gewoon leuk neer te zetten als kast. En als een soort bank. En dat is eigenlijk gewoon het oude bed van de vorige bewoners die dat hier gewoon in de stal hebben neergezet. En ja, het is wel grappig en leuk om te zien dat eigenlijk opa en oma deze schuur weer zoveel nieuwe ruimtes en speelplekken en plezier hebben gegeven. Dat we hier eigenlijk de hele zomervakantie ontzettend lekker hebben vertoefd. Maar ik ga nou eens kijken waar Lucilla en Luxie zijn, want ze zeiden dat ze een hut hadden. Oh, Lucilla heeft een plek. Een geheime plek. Oh jongens, moeten we straks wel controleren op teken. Dit is het pandenhuis. Oh, wat leuk, liefie. En kijk, mam, ik kan heel goed in de boom. Ach, kijk dan toch. En hier hebben ze ook heel veel gespeeld, want ze klimmen hier in de boom. Kijk. Dus ja, ach, kijk dan wat een lekkere boom, klimboom. Vogelnest. Echt, zit er wat in of niet? Ik zie oh ja, een vogelnestje. Nee, er zit nou niks meer in. Die zijn al uitgevlogen. Maar wat leuk, Zil. Kan je heel hoog klimmen. Ja. Mooi. Dit is mijn ja, een lekker plekje zo in de schaduw. Ja. In de, bij de ronde, hoe noem je deze ook maar weer? Maar moet je wel kijken dendrons naar teken? Ik weet even niet hoe ik uitspreek. Teken kijken? Ja, ja, je zit nou, je moet sowieso kijken altijd wel voor jullie teken, maar hier al helemaal. Dus hier is jullie klimboom. Ja, dit is mijn pandahuis. Dit is de klimboom. En waarom heet het pandahuis dan? Want ik ben een panda. Oh, Lucilla heeft hier haar panda. En jij? Ja. En ik woon daar. Waar woon jij? Mama. Waar is jouw huis? Dit is mijn bed. Zie je de muur? Ga ik even bij jouw huis kijken, en dit goed? Maar zie je de muur? Ja, ik zie de muur. Dan gaan we er weer uit. Gaan we door jouw deur. Ga jij mee? Ik ga even bij Luxie kijken. Ja. Hey, panda, ga jij mee? Ja, ik kom mee, maar ik ga even mee. Nou, Luxie, waar is jouw huis? Met je mooie hakjes. Oh. We hebben hier onder de sproeier door. Dat is een tuinsproeier. Ja. Lucie is een hond. Ja. Oh, ben jij de hond? Ja. En waar heb je jouw huis? Dat is mijn huis dit. Daar is mijn huis. Is dit jouw huis? Ja, dat is sowieso jouw huis. Nee, maar kijk. Hé, hier woon jij, Luxie. Dit is jouw, ja, dit is jouw thuis. Mama. Ja. Maar zie je de twee? Ja. Oh, binnen is jouw huis. Aha. Hé, hey, papa. Ah. Ja, kijk eens. Ik denk dat hij lekker een slaapje wil doen. Ja, ze moe geworden van het lopen. Waar is jouw huis? Oh, heb je hier jouw huis binnen? Dat was jouw huisje, schatje. Oh, ga je weer lopen, jongen? Kijk, daar gaat hij weer. Yes, wat goed, hè? Ah, zo knap van jou, jongen. Zo knap. Daar gaat hij weer. Hoppa. Oh, toch wel weer kruipen. Liefie. Oh, niet naar die stopcontact. Nee. Niet naar een stopcontact. Nee. Nee. Schoon de kinderwagenzak pakken. Die hebben we ook. Hij gaat weer naar het stopcontact. Pak even de kinderwagen met zijn schone, lekkere slaap. Ja. Zo lekker was. Kom maar bij mama, Lusjes. Lusjes. Ja? Ja. Goed stil. Goed stil. Kom maar bij mama. Daag. Kom maar. Nee, lopen. Ga maar staan. Staan. Bijna. Nou jongens, hij kan officieel lopen.
Het is nog niet dat hij zegt dat hij de tuin doorrent. Maar ik denk niet dat dat nog heel lang gaat duren. Aangezien hij echt een heel ondernemend mannetje is. En als hij iets in zijn koppie heeft, dan gaat hij ervoor. Nee, die vier, ze zijn super trots op jou. Hé. Hey. Maar nou is het even tijd om een lekker slaapje te doen. Dus ruiken, helemaal gaan wassen. Papa heeft deze lekkere zak weer gewassen. Jullie vragen wel eens af waarom zo'n warme zak. Maar jongens, dit is een heel lekker zacht. Dat is een zacht bondje. Dus hij slaapt daar heel geborgen lekker in, zeg maar, als zachte ondergrond. Leuk is. Ja. Leuk even warm, leuk is. Die ruikt weer lekker. Fris. Leggen we die weer in de kinderwagen. En hij slaapt heerlijk in de buitenlucht. Naast de vijver. Met het kabbelende watergeluidje. Slaapt hij heerlijk lekker weer. Als een roosje, zeggen we dan. Zijn mobiele leven. Ja, hij wordt een beetje moe. Alle vier die kindjes wrijven zijn oogjes. Slapen. Hé? Je hebt zo goed gestapt, hè? Je hebt zo goed gestapt. Ga je lekker slaapje doen? Zeg maar dag. Ik ga lekker slapen. Tot straks. Dag. Tot straks. En dan ja, naar wie moet ik zwaaien dan? Ik zie helemaal niemand. Oh, maar dag. Zijn de dag. Ach, schatje, ga je gewoon lekker slapen. Och, zo moe van het stappen. Ga maar lekker dromen over je stapjes. Ga maar dromen over dat je lekker door de tuin rent. Broer en zusjes achterna. Ja. Kijk, en dan weet hij al dat hij naar papa wil. Slaapje doen. Snapt hij al, ik ga slaapje doen. Dat is helemaal het ritme, hè. Tot zo, mami. Slaap lekker, liefie. En ondertussen hebben we lekker lunchje neergezet. We hebben het zitje hier buiten weer lekker opgebouwd. Genoeg schaduw weer hier. En het is echt nog gloedje heet vandaag. Waarvan we eigenlijk dachten dat het weer zou omslaan. Is dat allemaal niet gebeurd. Dus we gaan vandaag nog heerlijk lekker genieten van het dagje in de tuin. Met het lekkere weertje. Maar eerst even lekker lunchen. Want opa en oma die gaan er zo ook weer vandoor. Dus kunnen we even nog gezellig met z'n allen eten. Nou, Luan was met de tuin bezig. Even de plantjes water geven. Want we willen ook niet dat alle planten doodgaan. Dat ze ook zonde zijn. Goed zo, jongen. Wat is die minten? Die minten staat, hè? Luxie zit al aan de worstenbroodjes. Wat heb jij nou weer van stoel gepakt? De kinderwagen als stoel. Dat kan ook. Past nog precies. Jammer dat opa dan maar weer gaan. Ja? We gaan natuurlijk nog even zwemmen. En daarna... gaan ze weer naar huis. Ja, maar ze moeten ook nog de camper inpakken. Ja, we moeten nog heel veel inpakken. Oh nee, Woesel. Kijk dan. Woesel, nee. Die is voor Luxies, hè? Kijk, over dik gesproken. Zo wordt hij... Nee, Woes. Wordt hij dik. Eigenlijk mag hij dat niet. Woes. Moet naar de sportschool. Mijn baas mee naar de sportschool. Hè? De vakantiekilo's eraf halen. Daar zit hij, ja, daar zit hij hier. Kijk, ga eens balletje. 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 Ja, kijk dan. Is veel leuker. Kijk, zoek de bal. Denk, ja, doei. Ik wil dat worstenbroodje hebben. Nee, Woesel. Nee, kom. Even laten eten. Ja? Dat is jouw worstenbroodje, jongen. Ja. En even lekker wat water. Dan komen de wespen niet op af. Ja, dat is allemaal water. Want als we hier zoetigheid gaan eten, dan hebben we weer last van de wespen. Nee. Ja, kijk eens, Sil ook een glaasje water. Want die had ook dorst. Alsjeblieft. Proost. Kijk, opa en oma die zitten daar lekker in de schaduw. Die hebben daar een plekje gevonden. Onder de boom. Met iemand met de camper. De camper APK. Ja, en een lekker bolletje gesmeerd. Twee bolletjes gesmeerd. Het kipfilet. Voor papa, alsjeblieft. Voor de spieren bouwen, dankjewel. Nou jongens, even lekker eten. Onder de parasol. En onder de boom in de schaduw. Van oma lekker zitten. Zo, nou wij genieten hier nog even lekker door met het eten. En van opa en oma die straks met de camper naar de APK garage gaan. En Lucius die is daar. Ja jongen, jij kan lekker wandelen. En dan gaan wij aan de vlog van vandaag alvast een eind draaien, oma. Lekker uitrusten, succes met de camper. Bedankt voor de gezellige dagen. Opa moest alweer bellen in de camper, want er moesten registratienummers en codes in. Dus dat gaat allemaal door. Maar voor nu gaan wij eventjes zeggen, vond je het weer leuk bij ons te zijn? Duimpje omhoog, dank je wel. Klik op belletje en we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Gaan we back to school shoppen. Bye bye. Back to school, bijna.